dat is gewoon een trucje om de tijd te vullen. Een legendary was spawned in de river biome. Ja, die zit dichtbij waarschijnlijk. In een riviertje. Ja, maar dit is zo fucking mindblown. Like, ik wil een Ditto hebben. Ik heb net 36 pokeballs. Er spawnt nu weer een legendary. Like, bro, what the fuck? Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Pixelmon. We gaan vandaag lekker verder met de Pixelmon serie. Dylan is er of course gezellig bij. Hallo Dylan. Hey. Mocht je natuurlijk vandaag er weer zin in hebben mensen en je wil mij supporten, klik even een like aan. Ben je niet ingelogd op YouTube account, log even in, klik even die like aan. Ben je nieuw, abonneer meteen, klik het belletje aan. Want dat is gewoon makkelijk en dan krijg je gewoon meldingen van, hey, er is een nieuwe video online. Gisteren hebben we natuurlijk geprobeerd om een Ditto te vangen. Of nou, laat ik zo zeggen, het begon allemaal met het natuurlijk maken van de breathing machine. Toen uiteindelijk wisten we natuurlijk gelukkig van de Mew een Ditto te krijgen, waar ik echt blij mee was. Terwijl normaal zou iemand denken van, really dude, Ditto, like Mewtwo. Maar goed, ik was er blij mee. We hebben natuurlijk ons best gedaan om hem te vangen. Nou, ik weet niet wat die catch rate is bij mij, maar voor mij 0,00001%. Bijna al onze ultraballen naar de tering. En we hadden natuurlijk ook spullen nodig. Dan heb ik offscreen wat gemined. Ik heb wat iron hier en daar mee te verzamelen. Ik had ook zoiets van, ik kan helemaal daar een nieuwe mine gaan zoeken. Fuck it, ik ga lekker hier naartoe. En bam, ik ga hier gewoon de grond in. Dus je kunt zien, ik heb bijna een stack iron. Ben ik blij mee. We hebben ook nog wat gold gevonden. Best wel wat core gevonden. Ben ik wel heel blij mee. En voor de rest, ja, valt het op zich allemaal ook wel weer mee. Maar we bieden voor weer wat nieuwe dingetjes. Dus als het goed is, kunnen wij zeer binnenkort weer lekker wat iron blocks maken en dan bezig te gaan. In de tussentijd, wat ook wel van belang is, is als volgt dat wij nu ons geld goed gaan uitgeven. Want wij hebben pokeballen nodig. Of ik moet eigenlijk zeggen, ultraballen. Heb ik hier nog iets in zitten? Ja, friendball disc. Ja, die mogen van mij best wel worden gemaakt. Alleen, we hebben natuurlijk voor Pokémon heb je iron nodig, toch Dylan? Ja. Oh boy. Oké, kijk, dat is dus ook alweer fucked up mensen. We hebben dus nu iron nodig voor en de Mew te maken en ook voor Pokéballen. Hoeveel geld heb ik? 37k, ja. Dat zijn nog wel ongeveer 30 tot 35 ultraballen. Ja, ik wou zeggen, ik ga gewoon mijn ultraballen gewoon kopen. Ik bedoel, ik heb mijn iron op dit moment gewoon even nodig voor een ander projectje, om zo maar te zeggen. Ultraballen zijn 1080 hier, dat is super chill. Hoeveel kan ik het totaal kopen? 34. Ga ik al mijn geld aan uitgeven, Dylan? Ja, waarom niet? Heeft het ook nog zin om een bepaalde andere bal te kopen? Zo'n lurebal, heavybal, heelbal? Nee, hè? Is allemaal, echt gaan over het donker is? Nee, het is nu voor mij. Kun je dusbal kopen, maar. Nee, weet je wat? Ik koop gewoon even 30 ultraballen erbij. Dan heb ik nu 36 ultraballen. Het zou genoeg moeten zijn. Nou, zeker voor een Ditto. Het begint nu net nacht te worden. Nee, het begint net ochtend te worden. Inderdaad, voor een Ditto moet dat, naar mijn weten, zeker genoeg zijn door een Abra bij mij voorbij bounce. En dan vloog je naar de Pokémon die ik even wil bekijken. Wat de fuck ben jij? Oh, je vliegt die kant op. En ik weet niet waarom jij daar loopt. What the fuck? Deze Pokémon die loopt gewoon in de lucht te bounce. Oh, een Swelo hebben hier. Oh, natuurlijk, die andere generatie zit erin. Dat is af en toe nog wel dat je denkt van, what the fuck? Zigzagoons hier. Zou het ook zo zijn, Dylan, als je hier een Zigzagoon hebt, dat hij automatische items gaat vinden? Ik heb er nog niet naar gekeken eigenlijk, maar nu je het zegt. Want voor de mensen die het zich afvragen, een Zigzagoon in Pokémon Emerald, wat ook op de Game Boy, in het begin van de game altijd vangen. Want als je die gewoon bij je hebt in je inf, en je loopt gewoon in Pokémon, kan je dingen vinden. Van rare candies tot goede Pokéballen. Ik denk niet een Masterball, want dat kan natuurlijk maar in de Pokémon serie op één manier. Maar wel rare candies en dat dan ook. En dat zul je toch maar net even een extraatje ervan vinden. Is gewoon super chill. Yep. Bij onze Squirtles. Oh, er komen hartjes bij. Dan is het goed. Even kijken, hoe is het met jullie? Squirtle like Squirtle a tiny bit every day. Of more every day. Dus er zitten in ieder geval hartjes bij. Heb je ook al in de breeding machine gekeken? Ja, ik sta er nu bij, zeg maar. En er zit ja, maar nog ook geen rechtermuis. Als je rechtermuisknop doet, staat er normaal onderaan van je kan een ei claimen of zo. Is dat Manage Pokémon, staat er alleen. Oké, dan is er nog geen ei. Oké, dus, maar in ieder geval, er zijn hartjes. Dus in ieder geval, Squirtle en Squirtle zijn love's in the air. Dus dat is goed. Dan gaan wij nu ondertussen terug naar ons huis toe om natuurlijk te kijken naar het iron. Want we moesten ondertussen toch opwachten totdat het aan het omsmelten was. De mensen denken van, duf, waarom deed je niks? Dat was gewoon een trucje om de tijd te vullen. Een legendary was spawned in de river biome. Ja, die zit dichtbij waarschijnlijk. In een riviertje. Ja, maar dit is zo fucking mindblown. Like, ik wil een Ditto hebben. Ik heb net 36 pokeballs. Er spawnt nu weer een legendary. Like, bro, what the fuck?
Wat ga ik oftewel, doen? Oftewel de legendary proberen te vangen met de ballen die je nu hebt. Als, je die, als het is gelukt, dan moet je terug naar de mob tower, want je moet geld maken voor nieuwe ballen. Ja, maar ik moet dus nu eerst de legendary gaan vinden. Oh, hij vliegt hier. Ik heb, dit is de andere evaluatie. Dit is niet Azelf, maar dit is de gele. Hij zit gewoon hier. Pixie. Oh, wauw. We hebben hem hier al level 50. Voor de mensen die weer gaan complainen, ik weet, het zijn niet fantastische legendaries. Ontspan, maar een legendary is een legendary. We zien hem hier gewoon, de legendary, die net is gespand, terwijl ik dus een Ditto wil gaan vangen. Nou ja, dan moeten we maar bezig gaan met de legendary again. Yo, pokeballetje erop. En we doen eventjes op jou wat slaappoeder. Deze kun je op zich wel verzwakken. Ja, maar kan ik hier iets als een Leafstorm op doen of een Woodhammer? Snap je een beetje mijn probleem? Ja, welk level is je Executor? 51 en hij is 50. Oeh. Ja, nee, dan wordt je, het risky. Ik pak wel gewoon mijn Luxray, die is 37. Kan ik wel een donderschokje zo erop schieten? Jawel, jawel, jawel. Even kijken, wij doen dan over Thunderfang, Bite, Spark of Charge. Bite doen. Ik denk gewoon een Spark. Ja, dat kan wel. En dat doet bijna geen damage. Oké, in dat geval weet ik ook dat ik een Thunderfang kan doen. Ja, want Bite moet je niet doen, want dat is super effectief. Oké, okay, dit gaat lekker mooi rustig, gaat dit zeg maar stapsgewijs, gaat rustig HP eraf. Dat vind ik fijn. Oké, okay, doet bijna one-hit mijn Pokémon is leuk. Oh, hij is wel gesparkt nu, maar dat maakt niet uit, want als ik zo meteen... Hij is paralyzed? Ja. Dan werkt slaap niet meer, maar dus paralyzed werkt ook gewoon als vangrate. Dan ga ik nu maar vast even een ultraballetje gooien. Oh, werkt dat dan slaap niet meer, nee? Dat is wel nee, jammer. Je kan zeg maar niet twee status effects tegelijk op een Pokémon doen. Dus nu zal het die op Paralyze blijven staan. Is het dan verstandig om nu een Metacross in te zetten? Metacross? Ja, nu kan je gewoon inzetten. Ik heb ook een Mew op zak. Dus ik kan altijd ook nog naar transformen naar hem. Dan doet hij dezelfde aanval op zichzelf. Nou, dat is vaak nooit hè, dat je denkt van nou fantastisch. Nee, maar Mew is dezelfde type als deze Pokémon dus. Ja, dat is ook. Voor de mensen die trouwens zich afvragen, ik vang Uxie nu puur alleen. Of is het Uxie? Ja, dit is Uxie. Ik vang Unox nu alleen. Kappa, ik ga hem gewoon Unox noemen. Unox. Ja, Uxie, Unox. Ik vang hem alleen puur en alleen waarschijnlijk omdat het gewoon een legendary is. En waarschijnlijk niet omdat ik hem ga gebruiken. Maar ik kan een legendary dit natuurlijk niet laten gaan wat dat betreft. Laten we heel eerlijk zijn. Het is een die ik nog niet heb. Dan kan je niet zoiets hebben van, ach, ik laat hem gaan. Ook al is het een Uxie en wat ik zeg, ik ga waarschijnlijk amper tot niet gebruiken. Ik wil toch wel mijn best doen om natuurlijk hem te kunnen vangen. Dat gewoon even één ding wat zeker is. Want je wilt natuurlijk op zich, je wilt natuurlijk wel het trio hebben. Want wat kan hierna nog bij spannen? Azelf heb ik nu, Uxie en... Mesprit. Nou ja, die willen we dan allemaal nog, die willen we dan nog even erbij hebben. Als natuurlijk het gaat lukken. En dan heb je toch een soort van... Ja, het trio legendary van een bepaalde generatie heb je dan te pakken. Dat is natuurlijk voor een Zapdos, Moltres, Articuno. Ik bedoel, je wilt ze ook alle drie hebben. En ga je ze gebruiken? Waarschijnlijk niet. Maar het is gewoon puur alleen het feit van hoppatee. Nou ja, weet je wat het wel is bij Moltres, Zapdos en Articuno? Die zijn tenminste allemaal verschillende types, dus die zijn nog wel bruikbaar. Wat het is bij Azelf, Uxie en Mesprit zijn alle drie Psychic. En ja, dat is gewoon heel erg fucked up, want ja, je gaat niet drie Psychic Pokémons die ook nog eens vrijwel dezelfde aanvallen kunnen in één team doen. En daar komt bij kijken dat Mew is ook Psychic. Ja, Mew is ook Psychic, Mewtwo is Psychic, Lugia is Psychic. Daarom, je moet daar al een hele grote keuze in maken. En natuurlijk, Latios. Je gaat dan natuurlijk ook kijken naar welke Pokémon vind je zelf vet. Want of course, er zou weer een bepaald Pokémon zijn, zou sterker zijn dan de ander. Maar uiteindelijk, kijk als persoon zijn, dan kijk als ik het heel vet vind om met een Mewtwo te vechten. Dan neem ik natuurlijk de Mewtwo in plaats van de Lugio. Terwijl die misschien wel beter zou kunnen zijn of zo, weet je wel. Dus maar ja. Lugia. Oh, Lugia, sorry. Ja, Lugia kaarten. Lugio. Ja, weet je wat het is? Hoeveel Pokémon zit er in het spel, man? 375. En dan moet je altijd maar ervan uitgaan dat je alle Pokémon... 375? 600. Is allemaal 658. En er missen wel een heleboel Pokémon tussenuit. Dus ga ervan uit dat er ongeveer 450 Pokémon ongeveer in Pixelmon zitten. Moet je nagaan. En ik ben proberen nu een Legendary te vangen. Zodat ik nog maar 19 Pokéballen nu over heb. Van de 35 of 36 die ik totaal nog had. Dus dit gaat alweer lekker. En ik was alleen maar bezig voor een Ditto. Moet je nagaan. Maar dat is natuurlijk wel weer het effect als je natuurlijk online bent om te minen. En je hebt natuurlijk wel eens van je binds wat er allemaal was ingeladen geweest. Wat dan ook. Van de opname ervoor. En je bent aan het minen. Ja, dat is wel die timer die gewoon door blijft tikken. Dus aan de andere kant, ja. Het is wel lekker om deze meer legendaries te farmen. Als je natuurlijk gewoon gaat minen. Maar als ik heel eerlijk ben. En dat klinkt misschien heel erg verwend wat dan ook. En aangezien ik natuurlijk wel een aantal legendaries heb. Maar... voor mij had hij niet hoeven spannen. Zeg ik heel eerlijk. En dan denk je nu ook van, dus waarom probeer je hem dan alsnog te vangen? Als je hem toch niet wou dat hij eigenlijk ging spannen.
Puur alleen omdat ik al zei, het is en blijft een legendary. En als hij er eenmaal is, je kan hem niet laten gaan. Je moet alles eraan doen om hem gewoon te vangen. Totdat je hem hebt in je team. Als ik nu de volgende keer weer eentje tegenkom en het is weer een Uxie. Ja, dan heb ik zoiets van, motherfucker, free XP. Weet je wel, maar voor nu, ik moet hem gewoon vangen, want ik heb hem niet. En wat mensen ook zeiden, Duf, probeer gewoon je Pokédex vol te maken. Hé, ik doe mijn best. Ik doe mijn best. Ja, en er zijn er nog veel hoor. Zo. Maar dit gaat hem waarschijnlijk niet worden. Ik ga het van Scarlo, dit gaat hem waarschijnlijk niet worden. Uh-oh. En hij gaat sowieso ook weer geld, we moeten sowieso ook geld gaan krijgen weer. Want ik heb helemaal niks, of ik moet gewoon echt heel veel van mijn items gaan verkopen. Die ik natuurlijk heb op de Poketower. Moet ik daar sowieso een keer een buitenopnames met jou verdelen er langs. Sowieso moet je alleen de moves verkopen, de rest levert toch bijna niks op. Nee, maar de precies. Nee, maar ik ga gewoon even nog een keer met jou een keer buiten opnames langs. Dan als ik dan in opnames weer begint, zeg maar, weet ik wat ik er dan meteen weg kan gooien. Want ik durf het verder dat er hier en daar nog wel tussen zit wat een 1000 of 5 kan opleveren wat ik niet nodig heb, weet je wel. Maar ja, ik begin langzaam de hoop terecht in te verliezen, want ik heb nog maar 8 ultraballen left. En ja, dit gaat een toch wel een soort van pijnlijk momentje worden dat je als je hem toch niet weet te vangen. Dat zeg ik heel eerlijk, ook al wat ik zei, boeit het me niet zoveel. Had ik liever nu met dit ootje gehad, want Pokémon's breeden, fucking lachen, baby's maken, noem het allemaal maar op. Oeh, dit is toch wel een beetje trigger dit. Met name ook de pokeballen. Ik bedoel, ik geef hier even 30.000 nu op zich uit. Of nou ja, wat is het? 35.000 of zoiets. Ik weet niet precies hoeveel. 30.000. Aan een legendary. Die ik waarschijnlijk niet ga vangen. Dus dat is pretty fucked up. Uxie Broke Freak. Use Confuse. Ja, leuk dat je dat allemaal wil proberen. Ga dan alsjeblieft in mijn laatste ultrabal. Of één na laatste ultra, moet ik eigenlijk zeggen. Of twee na laatste, weet ik veel, joh. Ga er gewoon in, man. Broke Free. Yoi. En één na laatste ultrabal. There we go. Waiting. Broke Free. Oké. Dylan, ga ik ook friendballen op hem gooien? Kan. Kan is nooit echt overtuigend. Maar wat Dylan zegt, kan. Kijk, ik heb 6 ballen op zak, friendballen. Kijk, ik heb ze natuurlijk uiteindelijk voor de Eevee, maar als ik nu nog net met deze bal een eentje kan vangen, ja. Waarom niet? Ik bedoel, ik ben nieuw aan het maken, ik weet mijn iron is duur, wat dan ook, maar goed. Als het goed is kan ik wel 3 iron blocks maken. Dan hou ik ook nog wat iron over. Dus ik kan ook nog wat pokeballen zelf maken. En anders, wat ik ook weet van voorgaande afleveringen dus. Is dat jullie de kijkers hebben van Duffy. Doe het gewoon lekker buiten opnames. Qua opnames vinden we... Doe gewoon lekker minen buiten opnames. Vinden we helemaal niet erg. Dus wat dat betreft, ik kan sowieso zorgen voor bijna een stekje iron. Want iron is gewoon veel te vinden. Maar ja, het is wel zuur. Zuur. Ja, dat is echt zuur. Oh, Mute loopt ook erbij te piepen. Meeuw. Loop je nou op Mew te pijnigen, joh. Oké, nou gaat dan de laatste friendball op onze Uxie. Ik ben benieuwd of we hem te pakken krijgen. En hij broke free. We hebben geen pokeballen meer. We hebben er zo'n 40 gegooid. We moeten nu gewoon maar gaan doden met aanvallen. Want ja, weet je, het is gewoon klaar nu. Het gaat eventjes duren dit, want ik ga Mew niet switchen, mensen. Ik heb geen zin in. Ik wil hem gewoon dood tikken, gewoon. Fuck deze bullshit. Hier baal ik echt van. En niet per se voor het XP. All around me are familiar faces. Ja, daar ren niet al level 80, dat dan weer wel. Maar ik ben wel 30.000 lichter inmiddels. Ja. Maar dat is zo terugverdiend op de tower. Vooral met de Tyranitar. Ja, maar daar gaat het niet om. Het gaat om dit. I don't know, man. Maar je snapt het toch? Ik bedoel, je wil een Ditto. Dan heb je eigenlijk zoiets van, en dat spannend legendary. Dan, ja, je pokeballen. Ah. Fuck. Maar ja, dat is ook aan de andere kant, dat is ook een Pixelmon wat dat betreft. Ja, die hebt niks in de hand en alles kan gebeuren natuurlijk. En dat is wel weer gebeurd hier. Fucking hell. Goed, plan van aanpak op dit moment, mensen. We hebben enorm veel geld nodig. Maar we hebben aan de andere kant geld nodig natuurlijk puur voor pokeballen te maken. Of in ieder geval ultraballen. Als we dan nu gewoon ervoor gaan zorgen dat wij nu zelf ultraballen kunnen maken, weer een aantal. En we zorgen gewoon dat we nog wat iron hebben. Zorgen gewoon voor 3 blocks. We houden de rest van de iron over. Kunnen we natuurlijk even kijken hoeveel ballen we kunnen maken. Ga ik nu ook voor duskballen? I don't freaking know yet. Maar we moeten even gaan kijken. Goed, we hebben hier nog 21 cooked van deze. We hebben ook nog 20 ultraballen lids. Nice. We hebben ook nog wat van deze cooked. Chisel maar de nizzle. Dan kijken we hier even. We hebben hier silicon. Oké, we hebben hier ons gold. We hebben hier ons iron. En dan gaan we eerst eventjes ervoor zorgen dat we 3 blokken iron hebben. Hoppatee. Oké. Dan hebben we nu nog 50 Iron Ingots over. We krijgen natuurlijk 5 Iron Discs per 3.
Dus wat dat betreft komen we natuurlijk best wel heel erg ver als wij natuurlijk zelf de pokeballen zullen gaan maken. Weet je wat mensen, fuck it, we maken gewoon 60 pokeballen onderkanten gaan we gewoon fucking maken. Het zou me geen fucking interesseren, we hebben het gewoon nodig, klaar. Weet je, ik ben gewoon van mening, we hebben dit nodig, dit kan ondertussen gewoon doorgaan. Want dit kan ondertussen gewoon doorsmelten. Wij zorgen gewoon dat wij nog meer ultraballen ultraballen kunnen maken, hoppatee. En dan gaat het gewoon goed komen. Fuck it. Ik bedoel, ik heb die shit niet voor niks. Ik kan ze wel gewoon opsparen en er niks mee gaan doen. En denken van, ja, het is zonde, bla bla bla. Nee man, ik heb die dingen niet voor niks. Dus daar moet je ook maar gewoon gebruik van maken. Fuck it. Dit gaat ondertussen lekker omsmelten. Gaan wij ondertussen wat cobblestone ook nog omsmelten. Want we hebben natuurlijk ook nog dopjes nodig om op ons balletje te zetten. Ja, dat zei ik zojuist echt. Ja, dopjes op je bal zetten. En wij gaan ondertussen nog even kijken bij de Squirtles. Hoe het met hun gaat. Of er al iets van een babytje aanwezig is. Hallo, liefdallige Squirtles. Hallo. En er zit nog steeds geen ei te vinden, maar love is still in the air. Da-da-da-da-da-da-da. Dat is in ieder geval goed, weet je. Ze houden in ieder geval van elkaar, dat is het belangrijkste. En aan de andere kant, ja, de pokeballen worden in ieder geval gemaakt. In ieder geval de onderkantjes worden gemaakt. Dus ik denk, mensen, als ik eerlijk ben, dat wij in plaats van vandaag morgen opnieuw een poging kunnen wagen voor Ditto. Aangezien die machine gaat natuurlijk snel door. Dat gaat op zich redelijk snel. Bouwen daar nog eventjes wat extra ultraballen erin te flikkeren. En dan kunnen we gewoon hier weer naartoe om hier natuurlijk dan de Ditto te spawnen. En zou je zien, mensen, ik zorg morgen zeg maar voor, laten we even zeggen, 40 ultraballen. Want ik ga niet meteen alleen maar ultraballen maken, ik wil ook nog wat bewaren. Zul je zien dat ik morgen binnen 3 ballen Ditto heb gevangen. Maar ja, dat is dan weer hoe het morgen gaat. Of ik heb morgen de bad luck dat er een Mewtwo gaat komen. Ja, dat is natuurlijk ook weer iets wat natuurlijk dan weer precies bij mij past. We hebben in ieder geval weer 10 ultraballen kunnen maken. We hebben ook nog, ik moet ook even die ene greetbal ook maar eens een keertje maken. Want dat triggert mij echt dat er één zo'n greetbal ding geval nog zit. Ja, die zit dan al heel lang erin en die maak je dan maar niet, weet je wel. Ja, maar ja, greatball, dat wil je ook niet meer gebruiken. Nou, ik heb hem nu toch gemaakt. En wat ik ook gewoon ga doen met deze greatball, de eerste beste Pokémon die ik zie, flikker ik hem gewoon op. Ik ga hem niet eens aanvallen, dus even kijken. We rennen nu door de bossen. We gaan naar dit gele stipje toe. Dat is een Burk Pokémon, een level 5. Ja, die kunnen we sowieso vangen. Alleen maar één keer goed. Blijf stilstaan. En gaat hij erin? Shit, waar is mijn ultraball? Oh, ligt hij boven de boom. Shit, kom hier, tering Pokémon. Ik wil hier mijn ultraball. Oké, daar gaat hij erin. Als ik hem heb, heb ik een Pokémon gevangen waar ik totaal niks aan heb en anders niet. Wat hebben we gevangen? Nee. Spinark broke free. Oh, dat is jouw naam van dinges. Dat zijn mijn spinnen op de Blitz Survivor Games. Nou, de ultraball is ook weg. Hoppatee, teringbal. Greatball. Oh, greatball is ook weg, sorry. Trigger. Die is in ieder geval weg, hebben we niet meer nodig. En ondertussen wachten wij hier nog maar lekker op en dan gaan we morgen wederom proberen om een Ditto te krijgen. En voor de rest, ja, we gaan het zien, mensen. Voor nu, mensen, bedankt jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van Pixelmon. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet niet even te liken, te reageren, te abonneren. Abonneer op Dylan's kanaal, linkje in de beschrijving. En mensen, tot morgen.